Hoe voelt het? Heerlijk. Ja. De complete begeleiding van de Rabo wielerploegen loopt er weer piekfijn bij. Iedereen is in het nieuw gestoken. En niet zomaar in het nieuw, maar in een echt maatpak. We hebben u opgemeten op alle punten eigenlijk die van belang zijn voor uw pak. Dus de schouders, de borst. En we hebben gezorgd dat een mooie getailleerde Italiaanse snit in het jasje zit. Dus dan voor het postuur altijd goed. We hebben bij het shirt accenten aangebracht in oranje. En dat hebben we ook gedaan met de stropdas, de knopen en de stiksels. En we laten het ook terugkomen op het manchet. En? Niet heel onbelangrijk. Want anders pikt Dekker hem weer in. En dan pakt hij natuurlijk weer mijn jasje. En nu staat hier gewoon Frans. Zo. Nou, ik moet zeggen, ik vind het een mooi jasje. Dus dat zou ik wel, ik zou die van jou wel willen hebben. Ja, even kijken. Ja, het is weer eens wat anders dan een koerspakje natuurlijk. Hè? Maar nee, dat ziet er heel, heel mooi uit. Ik heb de andere collega's ook net gezien en ja, het ziet er heel gelikt uit als je er met z'n allen zo bij loopt, zeker. Ik kan even niet ademen. Nee, goed. Ja, dat ziet er hartstikke mooi uit. Zo, hoe het zit, ik moet nog het jasje aan doen. En de stropdas om, dat is wel essentieel denk ik voor het zitten. Maar tot nu toe gaat het goed. Tot nu toe zit het allemaal mooi. Nou, we hebben natuurlijk een mooi getailleerd shirt en een getailleerd pak. Mm-hmm. Allemaal mooie Italiaanse stoffen, maar ook maakwijze. Dat wil zeggen, daar zit alleen maar handwerk, zowel in het shirt als in het pak. Okay. En dat vertaalt zich dan weer in een mooie snit en in draagcomfort. Nou ja, ik denk dat we erin geslaagd zijn de afgelopen periode op alle fronten professioneel zaken aan te pakken. En ik denk, ja, het woord pakken zegt het al. We wilden ook goed eruit zien als we onszelf presenteren. En we zochten dus naar een professionele partner die ons daarbij kon helpen. En die hebben we klaarblijkelijk gevonden. Ik denk dat de bankdirecteuren hier best wel een beetje jaloers op zijn.